Goedemorgen, ik ben vandaag in Haarlem bij de familie Korstens. En een spoedje eigenlijk, want ze hebben een barbé die in de klit zit, genaamd Boel. En een tijdje geleden hebben ze informatie aangevraagd over mijn workshops. En toen besloten ze het toch nog even uit te stellen. Maar op een gegeven moment zat Boel in de klit en toen zocht ze een trimster, konden ze niet vinden. En toen kwam Arjan bij mij om te vragen welke tondeuse die moest kopen. Nou, ik heb hem ernstig afgeraden om zelf met een tondeuse aan de slag te gaan als hondje in de klit of in de vilt zit. Dus vandaag ben ik hier voor een basisworkshop. We gaan samen ontklitten, samen ontvilten. En kijken hoe ver we komen. En dan eventueel moeten we er nog een dag aan vastknopen. Maar we gaan even kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik ga tegenkomen. Dus tot straks. Kijk eens wat een mooi hondje. Zo, nou Boele is klaar. Boele is prachtig. En vorige week helemaal ontklit en uitgedund en ontveeld. Totaal pijnloos voor degene die zich daar zorgen om maken. Hij heeft niet gepiept hoor. Hij heeft totaal niet gepiept. Hij heeft het heel goed gedaan. En nu dan? Annemieke heeft hem gewassen en andere volgorde. Klitjes die nog in zaten verder eruit gehaald. Oh nee, Arjan heeft hem gewassen. Ere wie ere toekomt. Even kijken, en ik heb hem nou een mooie model mogen trimmen. Nou, uiteraard, hè, want het is een barbé. Die benen moeten voller nog. Dus we gaan hier laten aangroeien en we gaan daar laten aangroeien. En de volgende keer heeft hij dan weer hele mooie vorm in zijn benen. Nou, zijn lijf ziet er eigenlijk aardig uit en zijn voorbenen mogen ook iets voller. En zijn hoofd zou nog wat voller moeten. En zijn oren zijn een beetje... Zijn oren en zijn staart zijn redelijk gesneuveld. Maar ja, dat kan door het gele verzilveren. Maar er zat inderdaad heel veel vultplekken in. Oh. Sorry, ik ging... Zo, nee, dat is het niet, hè? Dan gaan we even filmen hoe je eruit ziet. Ja, maar dan moet je even zodanig dat ik je wel kan zien. Even het juiste licht opzoeken, Boel. Dat is nog wat dat doen. Kijk. Nou, we hebben de 18 mm opzetkam gebruikt voor zijn lijf. Zodat hij toch weer heel mooi compact is. En daardoor heeft hij meer body gekregen. Nou, en de rest hebben we met de hand geëvalueerd. Oh. Met mijn eigen bijzondere scharen. Nou, hartjes blij. Hoe is die nou? Moet je er niet aan denken dat dit normaal gesproken kaal geschoren zou worden? Nee, dat vonden we ook altijd poeilelijk. Ja, dat snap ik. En dat wordt naar mijn mening nog steeds te vaak gedaan. Hè? Ja! Je bent mooi gelukt. Ik ben blij met je. Ik laat je met rust. Dankjewel. Hij is heel blij. Dus voor de eerst mensen die het ook echt op camera durven zeggen. Komt niet vaak voor.